Ben je aan het doen? Rein X. 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 Ja, daar gaan we. Voor de eerste keer op stap met de Hiemen. We hebben heel mooi weer uitgezocht. Zonnetje, prachtig. Peter, waar gaan we naartoe? Hallo. We gaan naar Kruiningen. Het Kaasgat 4A. Bij Ierseke. Plantage. De Plantage. We zijn er, ik denk, een jaar of vijf geleden geweest. Ik denk het ook, ja. Dat was leuk. Ja. Ja. Konden we, volgens mij onbeperkt appels en peren plukken. Ja, dat klopt. Nou, die hangen er nu niet. Ik het ook niet. Maar wellicht nog iets zien van bloesem. Alhoewel, het is 1 maart. Ja jongens, 1 maart alweer. Dus dat, daar is het nog wel wat te vroeg voor. Maar gewoon leuk, weet je. Ze hebben een hoe heet die winkel? Zoiets, ja. Dus wel grappig. Hou u klaar om de autostrade te verlaten na 3. We zijn er bijna. Ja, ik zie al een bordje camperplaats staan. Ja, leuk. Dat vind ik cool. Ja, leuk. Kijk, kijk. Zag dat potje? Nee, ik zag het niet. Kapellenweg. Oh ja? Ja, dat weet ik nog van vorige keer. Ja? Dat Kapellenweg was. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ja. Kijk. Nou, ik kan me er heel weinig nog van herinneren van de laatste keer. Het is wel prachtig hier, zeg. Jeetje. Wat een ruimte ook, hè. Plantage. Ja, oké. Okay. Ja, hierin denk ik. Nou, eens even kijken hoe we. Even kijken hoor. Ja. Daar de receptie ergens. Ik weet het allemaal niet meer hoe dat werkt. Neerzetten. Nou, mooi plekje gevonden. Beetje zon is wel nodig, want het is best wel fris. Welkom op de Plantage. Nou, scan hem even in, hè. Dan weet je denk ik alles. Wat een leuke landwinkel. Best wel veel spullen. Dus als je wat vergeten bent, dan kun je het hier wel krijgen. Mooi hoor. Leuk, ik hou van een landwinkel. Nou, lekkere broodjes gehaald. Heerlijk, ja. Nieuwe gedeelte. Dit is het nieuwe deel, inderdaad. Kijk jongens, tussen de fruitbomen. Leuk hoor. Ja. Gaan daar nog even een plekje uitzoeken. Even naar het toilet even kijken. Dit stond er al en volgens mij hebben ze er nog een toilet bij gedaan. Lekker warm hier. Is
lekker warm. Ja. Zo, een beetje zuipje dus. Heel mooi, lekker warm ook. Ja, en een zeepje. Ja, zo. Ik denk dat het de wasmachine zo gemaakt is. Zo. Heel mooi. Nou, de wasbakken. Folders, wat er allemaal te doen is. Een heuse droger en wasmachine. En een leuk verhaal wat je neer kan zetten. Grappig hoor. Nou jongens. We staan op camping Brouwersdam. Ja, ook niet echt druk. Maar ja, goed joh. Alhoewel, ja, dit is toch schoolvakantie. Kijk, daar staan we. Mooie plek. Een verharde plek. Zo even wat beter zien. Nummertje 51 staan we. Ja, we staan volgens mij wel verkeerd, maar goed. We hebben wel een beetje uitkijk naar wat ervoor gebeurt. Kijk. Die zou weer hopeloos te genieten. Ja jongens. Het is geen Spanje. Griekenland? Nee, ook niet. Italië? Het is 2 maart. Ik zal even de camera omdraaien. Het is prachtig, jongens. Cabelas Bank. En dan zit je. Ja, dan zit je nog ineens in Zeeland, hè? Dit is Zuid-Holland. Zuid-Holland. Even kijken waar Cor is. Die is even de vuilhand wegbrengen. Daar is ze. Dat doet ze allemaal voor mij. Je neemt de vuil weer mee? Ja. Op slot. Huh? Mijn vuil is niet weggegooid. Op slot. Oh? Ja, op slot, hè? Wat zei je nou? Op slot. Is hij op slot? Ja. Oh, ja. Dus dat gaat niet. Maar nu ben ik. En wat doe je nou? Ja. Kralden. Even die groet. Cabelas Bank, jongens. Zo dicht bij huis. Echt. Best wel grappig hoor, om hier te zijn. Ja, en zo druk is het nou eigenlijk ook niet. Zei ik hoor. We hebben hier een mossel. Nee, een oester, maar dan 2 en die zitten helemaal met de stenen gegroeid. Ik zeg nee mee. Nou, ik ga het zo doen hè. Lekker uitwaaien. Zon. Heerlijk. Echt nou, mooi hier. Ja, wat is het mooi hoor. Ja, nou die huizen vooral. En dat is al een strand. Ja. Ik wist niet dat er iemand... Moet je dat lef laten zien? Kijk jongens. Dit hadden jullie net al gezien van ons. Maar weet je, mooi strand. Maar kijk nou toch eens joh. Je zal hier toch... Dit zijn huurhuizen hè. Ja. Maar we zitten te twijfelen. Is dit nou Port Zeelanden of is het wat anders? Nou, misschien... Dus zit het
maar hieronder. Toch? En dan moet ze het gewoon weten. Dan kan ze het niet uitstaan. En dan echt. Ja, ze zou eigenlijk. Zou ze ook nog proberen of de deuren op slot zijn. Nee hoor. Dat niet. Maar. En weet je het? Wat ben je aan het doen? En oké. Okay. En koud is het water? Ja, heel koud. Heel koud. Wat heb je nou gevonden? Ah, nee, dat neem je mee zeker? Nou, wat zie je? Kwal. Een wat? Een kwal. Een kwal? Ja, mooi. Ja jongens, niet alle kwallen leven op het land, hè? Nou, lekker even gewandeld. Heerlijk, even uitgewaaid. Frisse neus. Ja, ook dat. Heerlijk. Ja. Nou, eens kijken als we terug zijn. Of ze ons niet klem hebben gezet, hè? Ja. Ja, je weet het niet. Er staan drie campers hier zo in. Wel drie. Geteld. Ja. Ja. Niet verwacht dat het is vakantie. Die je ziet, die is van ons. Ja. Nou, dat klem zetten, dat zal meevallen. Ja. Hey, hallo. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. We hebben lekkere bami. En de bami komt bij... De Aldi vandaan. De Aldi vandaan, jongens. Heerlijke bami. Lekker meegenomen, hè? Lekker opwarmen, ja. Camper eten. En, heel makkelijk. Ja, weet je, dit klinkt en dat ziet er allemaal zo gezellig uit, hè, eten. En we hebben ons voorgenomen, we eten niet voor de kamer, hè. Beetje onsmakelijk. Maar wat ik nou wel wilde laten zien, is dat we met eten, doen we ook gezellige dingen. Ja, gezellige dingen. In dit geval kijken we naar de tv. Oh. Er zitten. Dan moet ik even doorkletsen, jongens. Want uiteindelijk wil ik wat laten zien. Is er ineens reclame? Dat heb je met. Ik moet zeggen. Gratis YouTube. Dan zitten van die reclameblokken tussen. Maar goed. Joh, reclame is voorbij. Dus ik laat even zien waar wij samen tijdens het eten naar kijken. En wat zit er in de doos? Nou, dit zit er in de doos, jongens. Kijk. Hoppata. Deze zit in de doos. Ja, jongens. Wie kijkt er nou niet naar? DW Vlog. Dit zit in de doos. Toch een lekker ventje, joh. Dit zit in de doos. Gezellig, hoor. Jongens, wij eten weer verder. En? Later. Voor mij echt. Mijn mond voor het tegen mij. Weer aan de wandel. Ja. Maar nu, jongens, voor een zonsondergang. Leuk. Oh, kijk, ik draai hem even om. Kijk, ik denk dat we ook net op tijd zijn. Ik denk het ook, ja. Ouddorp, strandpaviljoen Het Gosje. Best wel veel over te lezen als je Google erop naslaat. Maar dit is het, jongens. Mooi, kijk nou. Dit is toch wel mooi, hoor. Hier er weer een. Of het nou iets is voor wild. De wild tegen te houden, maar toch toegankelijk te houden voor mensen die aan de andere kant van het hek moeten zijn. Denk aan de hulpdienst of wat dan ook. Hè? Want je kan hier gaan doorheen en inderdaad in het natuurgebied in. Maar ja, ik vind het een raadsel.
zeehondje gespot? Ja, zeker. Eén? Ja, eentje zie ik, ja. Oh, bij tussen die meeuwen? Ja, ja, precies ertussen, bij de meeuwen. Kijken of ik ja, dichtbij kan halen. De man die gisteren in de Zwitserse stad Groningen neerstak, is een verslaafde die eerder al in aanraking. Nou, het is niet echt duidelijk, hè? Nee, niet duidelijk. Hè? Nee, het is geen zeehond, het is een vogel. We lopen hier even nog een strandwandeling. Aan de Brouwersdam. Brouwersdam, hè? Gisteren Kabelaars Bank. Ja, in de Brouwersdam. Nog even. We hebben hetzelfde geen strand onder aan de zon gezien. We kunnen nog geen afscheid nemen. We gaan wel even. Nee, vandaag gaan we naar huis. Vandaag gaan we naar huis, ja. Ja, wel proefkamperen. Dat is geslaagd. Ja, zeker. Ja, absoluut. Wat dingetjes die we meenemen, dan zeg ik, nou joh, dat laten we thuis en dat moeten we meenemen. Ja. Wat klussen, maar dat had ik al staan, hè. Absoluut. Dus, nu even lekker wandelen, jongens. Ja. Strand. Misschien nog een kopje koffie, dadelijk? Waar is zo? Oh. En daar zo. Is daar zo. Daar zo. Een strandpaviljoen pakken. Kijk, daar ben je bijna het water. En dit is, ja, vinden wij altijd wat lekker. Want de camper die staat daar boven. En je loopt zo het strand op. Echt heel jammer dat je hier niet mag overnachten. Maar het is even niet anders. En na een heerlijke strandwandeling is het tijd voor koffie met appeltaart. Lekker, Peet? Ja, zeker. Tien maart. Het sneeuwt. Het is koud. Camper staat voor. En ik heb me toch een trek in oliebollen. Dus ik heb het beslag gemaakt. Het staat even te rijzen. En Peter gaat buiten, lekker in de kou, oliebollen bakken. Zonder rozijntjes voor onze zoon. Want die houdt er niet van. Zo, want het is echt weer ervoor. Heerlijk. Even de vlam ontsteken, hè? Lijken de Olympische ringen wel. Zie je het? Ja, mooi. Maar even de olie erop. 190 graden. Exact. En de oliebollen gaan erin. Tot zo. Ja, daar gaan ze. Ja. Oh, lekker joh. Wat goed? Oliebollen van Peetje. Ja, heerlijk. Ik heb er zin in. Ja, wie A zegt, moet ook B zeggen, zeggen ze wel eens. Het is wel leuk dat je zo'n, want dat liet jullie vorige keer zien, hè. Ik zal hem er even bij halen. Zo'n ormvormer walstroom camperkastje, oftewel een omschakelaar. Die kun je dan zelf wel maken, maar dan moet je er ook wel eens tussen zetten. Dus daar ben ik nu in ieder geval mee bezig. Ik zal even de camera omdraaien. En wat een puinhoop het is. Begrijpen jullie het nog? Ik niet meer. Ja, jongens, 10 maart. Vanmiddag oliebollen gebakken, dat hebben jullie gezien. Maar we willen het filmpje afsluiten. Ik zal hem even omdraaien. Hey, bent ook. Hallo. Ja. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja. We willen jullie bedanken voor de leuke reacties die we hebben gekregen op onze eerste vlog.
Echt super leuk en heel blij mee en niet verwacht. We dachten, we maken een vlog voor onszelf en voor de familie. Maar dat er zo leuk gereageerd wordt, daar zijn we hartstikke blij mee. En een beetje verrast eigenlijk ook wel. Dus ja, we willen dan toch wel een beetje doorgaan hiermee, want we vinden het heel leuk om te doen. Toch? Jij kikt erop. Nou, dat toch ook weer niet. Nee, het is heel erg leuk. En in eerste instantie denk ik, ja, weet je, vrienden, familie en buren, weet ik het allemaal. Maar weet je, dat je zoveel reacties krijgt. Ja, top. Helemaal top. Helemaal leuk. Dank jullie dus wel. Dus ik zeg dankjewel inderdaad. Ja. En tot de volgende vlog. Tot de volgende. Ja.